Het paardenspektakel Beekbergen wordt al bijna 30 jaar gesponsord door de Rabobank Apeldoorn en omgeving. Voor de bank was sponsoring van deze internationale menwedstrijd, die in het Pinksterweekend verreden wordt, haast vanzelfsprekend. Die keuze is niet moeilijk. Het is natuurlijk een groot evenement. Het is een internationaal evenement. Het is bovenal ook nog een heel gezellig evenement. En wat het unieke is, dat het heel laagdrempelig is. Mensen kunnen hier gewoon komen zonder te betalen. En zien iets fantastisch op mengebied. Normaal gesproken, als je naar evenementen gaat en je moet daar de entree betalen, dan ben je al bijna 100 euro kwijt met het gezin om binnen te mogen komen. Dus dat weet ik nog tot dat heel belangrijk was bij de Rabobank. En als er ook nog bij komt dat je heel goed kan netwerken, dat er ook nog een businessclub is, ja, dan denk ik dat je dat als Rabo gewoon niet mag missen. Voor de organisatie was de link met de Rabobank als sponsor snel gelegd. Ze bankieren al 35 jaar bij de bank. En ja, de Rabobank zit natuurlijk altijd al een warm hart toe bij de paardensport. Dus dan denk ik dat die stap dan ook nog iets makkelijker is. En ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat je kwalitatief een mooi evenement neerzet. Zowel voor het publiek als voor de rijder. En waardoor je dan ook weer goede publiciteit krijgt in de bladen, op tv. Dus ik denk dat vooral ook de kwaliteit van het evenement wel daarbij toegedragen heeft. Naast de kwaliteit is vooral de manier waarop het sponsorschap geactiveerd kan worden belangrijk voor de bank. En we zijn elke keer op zoek naar iets anders dan alleen maar een bord plaatsen of een vlag ergens ophangen. Maar iets waar ook wat gebeurt, waar ook we onze klanten bijvoorbeeld kunnen uitnodigen, waar bijvoorbeeld kunnen netwerken enzovoort. Ook na het evenement is de samenwerking tussen sponsor en organisatie niet voorbij. Nou, wat eigenlijk wel heel belangrijk is en wat bij de Rabobank goed gegaan is, is vooral het evalueren na een evenement van hoe kunnen we ons verder uitbouwen, hè, de samenwerking. En nogmaals, ik denk dat het dan weer naar het brede publiek gaat, hè, dat het weer heel toegankelijk is en ook naar kinderen toe. En wij doen hier ook een speciale rubriek voor gehandicapte rijders. Dus dat we het evenement niet alleen maar als topsport, maar dat we het ook meer zien als breedte en een soort kweekvijver voor het hele paardensport. Voor andere partijen die graag door Rabo gesponsord willen worden, hebben Van Wetering en Ter Gouw nog wel wat tips. De belangrijkste tip is om niet traditioneel te denken. En dat bedoel ik mee te zeggen, niet te denken van nou, ik vraag de Rabobank een bepaald bedrag per jaar en ik geef een bord. Of ik zet een vlag neer. Dat is het niet meer. Ga nou eens op zoek naar iets creatiefs waarvan je denkt, nou, daar heeft die Rabobank ook wat aan. Ik denk dat heel belangrijk is kwaliteit, toegankelijkheid van het publiek, het parkeren, de veiligheid voor de mensen als ze hier tijdens het evenement zijn. Dus dat je daarin met een heel goed draaiboek komt van, hè, we weten goed wat we organiseren en daar is goed over nagedacht. Als je zelf een goed verhaal hebt en je staat achter je product, dan lukt het bij ons in Beekbergen nog steeds om sponsoring te vinden.